Maar ze had een bonk meegenomen, maar die heeft ze laten vallen. Eeuwen loopt er dan net ook naartoe, die kant op. En Gandalf, die is hier. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn alweer op zondag 12 juni, juli aanbeland. Om 13:26 uur. Rijk en ik gaan straks op de scootmobiel even door. Waar naartoe, weet ik nog niet. Nee, ik meende dat er vandaag wat was, maar ik weet toch niet meer wat. Ik meende van een rommel, hoe noem je dat? Een autobakmarkt, weet ik veel hoe je dat noemt. Ik weet het echt niet meer. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik ga zoeken naar in ieder geval een rommelmarkt. Ja, ik heb hier wel een krantje. Misschien dat ik er daar ergens in zie staan. Weet ik veel. En anders misschien in de andere. We gaan gewoon dat even opzoeken. En anders gaan we gewoon neus achterna. Maar ik wil eventjes eruit. Ja. De hele week alweer binnen, dan mogen we er ook alweer even de gedachten tussenuit. Doe de GoPro op mijn scootmobiel. Maar dan als eerste wens ik jullie ook natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, Rijke die is op de bank bezig. Maar ze had een bonk meegenomen, maar die heeft ze laten vallen. Eeuwen loopt er dan net ook naartoe, die kant op. En Gandalf, die is hier. Nou, dat beetje even opruimen en een bakje koffie en dan de wortel. Ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van alles. Want het is een prachtig mooi stralend weer hier en daar wat stapelwolken. Maar kan de pret niet boeien. De lucht is verder helemaal mooi blauw. Ja, dus ik ben helemaal weer wat dat er gaat blij. Ik ben net uit mijn bed, want het was vannacht weer behoorlijk laat. Dus ja, dan kom je ook later uit je bed en er was meerdere dingen aan de hand. Ook heb ik een hele tijd met Rijk al even stoeien. En ze sprong ook één keer bovenop Gandalf. Nou, want die is er nog wat vroeger binnengekomen, die bleef vannacht buiten Gandalf. En heb ik me vanochtend vroeg binnengelaten en de Rijk naar buiten. En toen ben ik weer naar boven gegaan, weer even geslapen. En toen werd die dame weer wakker, Rijka. En toen met Rijka aan het stoeien en het doen geweest. En Gandalf lag onder het dekbed bij mij. En toen sprong ze zo bovenop. Ah. Hé, hey, ja nou, Gandalf. Wat een dikkie, man. Oeh. Hé, hey, kereltje. Oeh, kruipje omhoog. Kijk dat nou eens. Hé. Hey. Ja, maar dat helemaal. Nee, doen we dat niet. Hé? Zo lief. Hé? Ja, als er eentje echt lief is, ook buiten tegen anderen, dit kan al wel. Hij wordt ook door iedereen aangehaald. En hij blijft ook midden op straat zitten, zeg ik, te poetsen. Ah, en als er een auto aankomt, die moet helemaal aan de kant. Of man moet plaatsioneren of gaat aan de kant. Ja, mal beestje. Hé, jij. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei.